10 juli, Bazaar Boksel. Altijd gezellig. Omroep Dommeland, het nieuws uit de regio. Loopt het een beetje? Super. Ja, we hebben echt een mooie dag. De temperatuur is ideaal en ja, wat willen we nog meer, joh? De muziek is goed, eten is goed, mensen zijn er echt weer aan toe. Dus... Wat wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer? Het is zo lekker druk vanaf 10 uur vanochtend, terwijl we om 11 uur open gingen. Is het eigenlijk al gezellig en druk. Ja. Het duurt tot? Tot 7 uur vanavond. De laatste band is Kasbah om 6 uur. Ja, is te gek. Bazaar heeft ook een bepaald doel, toch? Ja, verbroedering eigenlijk tussen alle gemeenschappen die Boksel rijk is. Nou ja, kijk hier om je heen. En... Culturen, precies. Die zijn allemaal vertegenwoordigd hier. En ja, helemaal prachtig en lekker. Ja, maar dat is wel nodig, hè, in deze tijd, een beetje saamhorigheid. Verbroedering en saamhorigheid, ja zeker. Zeggen, we hebben nu dit jaar is voor het eerst Oekraïense. Ja, dat is natuurlijk ook een hot item natuurlijk op dit moment. Dus, en die mensen zijn er ook, ja, die wilden ook heel graag hier ook bij komen staan. Dus ja, dat is echt... Ja, fijn. Ja, er is heel veel polarisatie tegenwoordig. Ja. En dit is dan, moet het tegenovergestelde zijn, toch? Ja, dat klopt. Ja, dit is echt wel belangrijk dat het allemaal gewoon goed met elkaar vermengt. En gewoon en dat het aardig en vriendelijk voor elkaar is. Zo te zien is het hartstikke gezellig. Ja. Zing maar rustig door. Les citoyens n'arrivez pas. Hoe is je Frans? Mijn Frans, très bien. Oui, ah, très bien. Toi? Oui, je viens de Bruxelles, donc je parle les deux langues. Moi aussi. Ah, voilà. Maar je spreekt Nederlands dus? Ja. Je gaat zo meteen optreden, denk ik. Je loopt hier niet voor niks in te zingen. Juist, we spelen met Café con Leche. Le vent caresse mon visage. Je profite ce moment, pieds nus dans l'herbe. Lors je regarde la course des nuages. Interrompu par les rayons de soleil. Très bien, merci. Je cours comme un lièvre, je travaille sans arrêt. La vie me passe à côté, je suis qu'une ombre à salarié. J'ai pas le temps de faire ma valise. En wat heb je allemaal te koop? Armbandjes. Ja, wat zijn er voor armbandjes? Ik heb ze zelf gemaakt van kralen en die kun je gewoon hierom voor de sier een beetje. Zo, en wat kosten ze? 2 euro per stuk. Oké, heb je al iets verkocht? Ja, ik heb wel veel verkocht, alleen ik heb het allemaal opgemaakt. Waaraan? Aan dat kraampje, want zij hun verkopen kralen en dan kan ik dan weer armbandjes meemaken. Hoe gaat het bij jou? Nou, ik vind dat het wel goed gaat. Wat verkoop je? Ik verkoop van alles. Ja, vooral speelgoed. Oké, okay, moet je dan niet roepen, speelgoed te koop? Nou, dat is niet nodig, want er komen vanzelf mensen. Oké, okay, daar heb je ook weer gelijk in. Ja. Veel succes. Dankjewel. Weet je ook een beetje wat een bazaar inhoudt? Ja, dus we hebben mensen van Boksel en hebben allemaal culturen en die komen dan hier samen. Leuk, hè? Ja. Wij gaan ook door. Ja. Doei. Wat is het allemaal? Wij verkopen nasi met saté, bami met saté, gebakken kippetjes, lumpia's, gebakken banaan. Ja, dat was zo. Dat lusten de Nederlanders wel. Precies. Ja. Hoeveel pleisters geplakt? Al 3 pleisters. 3 pleisters? Ja, dat is alles. Oh. Open het zo te houden. Ja, dus lekker rustig eigenlijk. Ja, natuurlijk. En meestal gebeurt er weinig, maar ja, je moet er wel zijn. En de ouderwetse friettent is ook weer van de partij. Zeker, zeker. Ze alle... andere landen en culturen, ouderwets friet met mayonaise. Willen ze dan nog steeds, ga ik nu buiten kijken, denk ik. Zo is het. IJsje altijd lekker? Altijd lekker. De lekkerste ijs die er is. Boerenroomijs. Boerenroomijs, heerlijk. Proeven? Ja, natuurlijk. Pieter, gaan we weer. Zullen we
we dat gaan doen. Heb ik te veel gezegd? Het is echt heel lekker, ja. Heel lekker. Ja. Ja. Dus mensen komen bij de omroep werken. Want als je bij de omroep komt werken, dan mag je proeven. Mag ik iets vragen? Ik heb net een ijsje crema. Vind je het leuk op de bazaar? Ja, ja, echt leuk. Kom je naar het boksen? Ja. En? Gezellig? Ja, heel gezellig. Ja. Wat is er zo gezellig aan? Huh? Wat is er zo gezellig aan? Die mensen samen en alles terug. Voor... Alles samen? Kijk! De gek, man. De gek, hè? Ouderwetse pick-up. Ouderwetse pick-up, inderdaad. Je draait vooral reggae? Dat is wat je hoort, toch? Reggae muziek, strictly reggae muziek, niks anders. Te gek. Leuk, hoor. Ga je naar boven? Ja. Durf je dat? Ja. Nou, wij zijn benieuwd. Goed vasthouden, hè? Jij zorgt dat je niet valt? Ik zorg dat hij niet valt. En hoe heb je daarvoor gezorgd? We hebben hem boven hebben hem helemaal vastgemaakt. En heb ik hem hier met een touw vast. Dus als hij valt, dan kan ik hem meteen opvangen met dat touw. Dus hij moet op jou vertrouwen? Ja, hij moet op mij vertrouwen, maar dat kan hij wel. Hoop ik. Jawel. Speak English? A little bit. Oké. Okay. You're from Ukraine? Yes. And you make... Nationally. Nationally, yes. It looks delicious. Yes, it's very tasty. It's borscht. She has many meats. And this vareniki with potatoes. And pelmeni with meat. And pancakes with cheese and smetanka. It's very tasty. Okay, you live in Holland now? Or? Yes, we live in Boksel. In Ludina. You like it in Boksel? Yes, it's a great place. Yes. Okay, have fun. Have fun, bye. Maria! 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 You're Maria? Yes. And I see pictures of Ukraine. Yes, I am a photographer from Ukraine. Now I'm in Holland. This is my small town, now But these are pictures of the war? Yes. This is my photo. This is your? My photo. I made this photo. This is my town. Oh. It's terrible. Yes, very. Yeah. And you came to Holland? Yes. Now we're Holland. You liked a little bit in Holland? Yes, yes. Very, very good people, many. Yeah, you take also pictures in Holland? No. Why not? I have not computer. You have the computer? Yes. You need a laptop? Maybe in future. She needs a laptop? Yes. Okay. Okay, thank you. Good pictures. Thank you. Wie heeft dit gemaakt? Dit is van haar. Hier is alles schilderij van mij hangen. Dus soms wij maken solo expositie samen. Soms verschillende galerijen of exposities. Wij zitten in kunstlied 99 van Boksel. Daar zijn verschillende kunstenaars. En wat is de inspiratie voor dit? Ja, die is de inspiratie van zoals Vliegende Man. Inspireren van dus eigenlijk dus, mensen zonder oorlog wereld zien en bevrijding brengen voor de hele wereld en vriendelijk wonen, leven en samen met Nederlands, Azerbaidjaanse mensen. En hoe vind je het op de bazaar? Ik vind het heel gezellig, de sfeer, de mensen, het is lekker druk. Na een lange tijd corona mag het weer, hè. Dus het is leuk, mooi om te zien natuurlijk. Ja, wat vind je hier zo nou zo leuk aan? Die activiteiten, daar zijn ze aan het... Marshmallows aan het maken, hier kan je PlayStationen,
je kan langs de kleren lopen, kijken of je iets wil kopen natuurlijk. Ja. En ja, alles maakt het gezellig, alles maakt het leuk. Heb je geen interesse om voor de tv te gaan werken, presenteren? Jawel, een beetje. Ja, je kan het goed. Ja, ik ben vaker geïnterviewd, dus ik heb ook een keer een podcast opgenomen met Rionet. Ik vind het wel leuk. Oké. Okay. Kun je een jongerenprogramma maken voor de omroep? Wat zegt u? Een jongerenprogramma maken voor de omroep? Ja, moet ik dat doen? Of? Weet ik niet, vragen of je dat leuk zou vinden. Ik zou dat wel leuk vinden, alleen nu nog niet. Later in de toekomst misschien nog. Ik moet een beetje studeren, een beetje goed in worden. Wat een wijze taal voor een jonge man. Hartstikke goed, dankjewel. Top, geen probleem, hè. Fijne dag. Ik teken met kleurpotlood van alles. Vooral dieren. En dan kan je kalenders van krijgen. Moet je hier eens kijken, Piet. Verjaardagskalender. Leuk, hoor. En kaarten. Vooral veel kaarten. Ja. Leuk, hè? Ja, zeker. Met de hand getekend. Nou, geweldig. Ja, prachtig. Ja. Hoe is het? Ja. Goed. Hoe gaat het met u? Met mij gaat het goed. Wat doe je hier? Ik ben hier rond aan het kijken. En wat vind je er zo leuk aan? Gewoon de gezelligheid. Zo is het? Ja. Nou, goed gedaan, jongen. Top. Jij bent benoemd tot satédraaier. Ja. Dat klopt. Goed, hoor. Ja. En de hele middag satéetjes draaien. Ja. Wel de bedoeling. Dan lig je vanavond in je bed nog zo? Ja, mijn hand dan pijn. Veel succes. Dankjewel. Draaien. Het is eigenlijk oneindig, want als je bij het einde bent, kunnen we opnieuw beginnen. Ja, precies. Goed zo. Hallo. Het is gezellig, denk ik. Het is hartstikke gezellig. Lang geleden. Waar komt u vandaan? Uit Boksel. Het centrum. Dus ja, dan kunnen we niet thuis blijven, hè. Een beetje heerlijk eten? Ja, zeker. Ja, top. Kom hier gewoon echt lunchen. Veel plezier nog. Ja, dankjewel, hoor. We gaan interviewers interviewen. Ja, leuk. Nou, wat komen jullie doen? Wat doen jullie? Wij zijn hier een aftermovie aan het maken. Leuk. En jullie? Ook. Oh, okay. Nou, Dommeland, ik zie het al. Ja, en jullie zijn YouTubers dus. YouTubers. Nee, wij maken hier een aftermovie voor de bazaar. Ja, voor op Instagram en Facebook. We zijn de bokselaren. Ik wel. Nee, ja. Ik kom er onderuit ook. Maar kom een keer iets voor om op Dommeland doen dan. Is goed. Ja, is vastgelegd dit, hè? Aan de gaten dan, hè? Ja. Vastgelegd. Ja, is goed, is goed. Ja, twee camera's. Ja. Succes, hè?